Klaas Wieland. En dan van de duurtrappers 255 op de plaat, Amber van de Heuvel. En met 481 op de nummerbord, afkomstig van Veldhoven, rijdend op de thuisbaan, Lindsay Verwijst. Succes! Concentratie voor start. Ze zijn vertrokken hoor, de 5 binnen 6 jaar categorie boys en girls. Met z'n vijven binden ze van de startuivlag. De toekomst van de BMX sport in Nederland. Ze zijn vertrokken voor hun A-finale. En één van de nogal ijzersterk de hele dag. Gaan kijken of het weer nog om ze is. Je wel uit de eerste bocht komen, is het Johan en Kraus. Maar nu zit er een man achter in zijn hoede. En dat is Vaas Veland. Vaas Veland komt nog steeds dichterbij. Vaas Veland gaat aanval inzetten bij Johan Kraus. Vaas Veland komt nog op de ene zitten. Het is nog nooit zo spannend geweest in deze categorie. 5 jaar jonger. Vaas Veland, Johan Kraus. In het achterveld zit Amber van Leuk op de derde plek. En Lindsay verwijst op de vierde positie. Dus kijken of het ook zo zal blijven tot aan de finish. Kan Johan Kraus die leidende positie vasthouden tot aan de lijn? Gaan we het meemaken? Jonge Kraus, Vaas Veland, 1 en 2. Jonge Kraus, Vaas Veland. Achteraan is het nog steeds Amber van de Heuvel. En Lindsay verwijst op de vierde plaats. Eens kijken of het zo zal blijven tot aan de lijn. Ik denk het wel. Deze A-finale bij de 5-jarige jongen wordt op naam geschreven door niemand minder dan Jonge Kraus.